Het is maandag 6 januari. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Buitenlandse arbeidsmigranten moeten zich voortaan inschrijven bij de gemeente Rotterdam. Ouderen in Hoek van Holland kunnen niet meer gratis reizen. En onverwachte drukte bij Da Vinci in het voormalig postkantoor. En dan gaan we het even hebben over het weer, want Ed Aldus, het is zo warm, het lijkt wel lente, het moet niet gekker worden. Nou Mirjam, inderdaad, het zijn belachelijk hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. En die zeer zachte lucht die wordt aangevoerd met een stevige zuidelijke tot zuidwestelijke luchtstroming. Afkomstig zeg maar het brongebied vanaf de Azoren. En dan krijg je van dit soort hoge temperaturen in het winterseizoen. Want als er namelijk geen wind zou staan, dan kan je deze hoge kwikstanden nooit bereiken. De temperatuur die liep op naar 14 graden op Rotterdam Airport. Nou, sinds begin van de waarnemingen daar in 1956 is het op de 6e januari nog nooit zo warm geweest. Maar ja, niet alleen regionaal, maar ook landelijk gezien zijn er talrijke records gebroken op de verschillende KNMI-stations. In De Bilt bijvoorbeeld een temperatuur van 14,5 graad. Nou, dat is sinds 1901 nog niet eerder voorgekomen. Dus echt heel uitzonderlijk. Behalve in het uiterste noorden van het land, daar bleef die temperatuur toch wel een paar graden achter. En in het zuidwesten van Brabant, daar liep de temperatuur zelfs op naar maar liefst 15 graden. En je zei het net al, dat moet inderdaad niet gekker worden. Nou ja, het blijft voorlopig zeer zacht voor de tijd van het jaar. Ook een dinsdag, kijk maar eens mee, temperaturen van 11 à 12 graden. Af en toe komt het zonnetje tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Misschien een enkele lokale bui slechts. En weer die straffe wind. Hè. Daardoor wordt het dus ook inderdaad zo zacht. Een krachtige wind, windkracht 5 of 6 uit het zuidwesten. Nou, of dat zachte weer ook de rest van deze week aanhoudt, gaat ik u straks vertellen in mijn lange weerbericht. Tot zometeen. Bulgaren en Roemenen mogen sinds het begin van dit jaar legaal werken in Nederland. Maar dan moeten ze wel een burgerservice nummer aanvragen. Dit BSN-nummer is nodig om legaal te kunnen werken en allerlei financiële toeslagen aan te vragen. Als enige gemeente in de EU stelt Rotterdam zeer strenge eisen aan het uitgeven van dit BSN-nummer. En dat is in strijd met Europese regels. To wait for your BSN-nummer. Yes? Dit is Sebastiaan. Hij komt uit een van de Oostbloklanden en is gisteravond laat hier gearriveerd. Hij wil hier graag aan de slag. Tak, podoba mi się w kraju. I chcę na szybciej pracować. No i ogólnie wszystko mi się podoba. Hij is de eerste arbeidsmigrant in Rotterdam die moet voldoen aan de strengere eisen. Wat wij anders doen dan andere gemeenten, is dat we niet klakkeloos een BSN-nummer verstrekken. Wat wij willen weten van, klopt het adres wat u opgeeft? Checken wij. Een adres, als het adres niet klopt, dan zeggen wij van, dan krijgt u ook het BSN-nummer niet. Arbeidsmigranten kunnen zonder dit BSN-nummer niet legaal werken. En ze kunnen ook geen financiële toeslagen aanvragen. Rotterdam controleert dus vooraf of iemand wel een normaal huis huurt. En niet wordt uitgebuit door huisjesmelkers. Om zo overbevolking in buurten te voorkomen. En een inschrijving en een BSN-nummer is cruciaal voor aanvraag van toeslagen. Dus dat vinden wij ook, dat je daar heel serieus mee moet omgaan voordat je een BSN-nummer afgeeft. Hiermee wil Rotterdam ook meer toeslagenfraude voorkomen. Toch zijn deze strengere eisen in strijd met Europese regels. Die zegt namelijk dat je pas achteraf mag controleren. En ook minister Asscher van Sociale Zaken liet onlangs aan Karakus weten dat wat er in Rotterdam gebeurt in strijd is met de regels. Bent u nu illegaal bezig of zit dat? Nee, we zijn naar onze mening niet illegaal bezig. Het is een interpretatieverschil. Interpretatieverschil of niet, over 10 dagen mag wethouder Karakus naar Den Haag om tekst en uitleg te geven over het handelen in strijd met de wet. Voor Sebastiaan maakt het weinig meer uit. Hij mag ondanks de strengere eisen gewoon aan het werk. Welkom. Oké, welkom. En verwacht wordt dat zo'n 40.000 arbeidsmigranten zich in Rotterdam zullen inschrijven. En hoeveel daarvan worden geweigerd door de strengere eisen zal nog moeten blijken. Na een schuurbrand in Lexmond is zondagavond een lichaam ontdekt. De hulpdiensten vonden het stoffelijk overschot in het uitgebrande gebouw. De technische recherche is bezig met een onderzoek. En de politie sluit een misdrijf niet uit. De schuur aan de Zederikkade vloog zondagavond in brand. Een automobilist zag de vlammen vanaf de A27 en sloeg alarm.
Toegesnelde brandweerlieden wisten het vuur na ongeveer 3 kwartier onder controle te krijgen. En na de brand werd het lichaam ontdekt van een nog onbekend persoon. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekendgemaakt. En bij een brand in een huis in Barendrecht zijn vannacht 6 bewoners geëvacueerd. Het gezin werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht voor een medische controle. Vermoedelijk is het vuur ontstaan doordat er een brandend voorwerp door de brievenbus werd gegooid. De bewoners van het huis in de Julianastraat schrokken wakker door het geluid van brandmelders. Het vuur in de hal van het huis kon snel worden geblust. Een halve dag later zit de schrik er nog goed in bij de ouders en de 4 kinderen. Je wordt wakker en het is paniek, hè. Mevrouw gelijk alle kinderen wakker geschud en brand geroepen. Ik ben naar beneden gehold, dus ik heb water gepakt en over dat spul gegooid. Inmiddels hadden we ook 112 gebeld en de brandweer is gearriveerd en zo, et cetera. Ja, we zijn heel blij dat we er levend afgekomen zijn. Hoe hebben uw kinderen gereageerd? Ook nuchter, maar later kwamen toch wel de emoties eruit. Dus even knuffelen. Dat is het, ja. In de loop van de ochtend werd het huis onderzocht door de politie, die nog niet wil reageren op de zaak. De buurtbewoners zijn vooral verbaasd. Ja, ik snap het niet, dit straatje. Het is zo'n rustig straatje, hè, waarvan ik nooit wat gebeurt. Waar iedereen elkaar nog in de gaten houdt. Ja, dat het dan. Ik vermoed dat het. Want ik bedoel, dit zijn zulke rustige mensen. Dat is helemaal geen wraakneming of zo. Ze hebben, anders hebben het verkeerde huis te pakken gehad. Ja, had u vijanden? Ruzie met de buurt? Ik heb geen ruzie met de buurt. Ik heb overal gevraagd hier in de straat. Nee. Dat is gewoon in principe een beetje moord als land. Want we hadden er niet meer geweest kunnen zijn. Dus. Nee, dat. Ja, we zullen een pakje wakker schrikken straks, denk ik. En straks Dordtse circusfamilie, die gooit de handdoek in de ring. Nou, dat zijn er maar een paar. Maar daar hebben we er 48 van. Dus als er een carnavalsvereniging is of zo, die ze wil hebben, dan zijn ze van harte welkom. Ja, dat zometeen. Maar eerst Feyenoord-spits Graziano Pelle prijkt sinds gisteren als blikvanger op de voorgevel van het Erasmus MC. Hij roept iedereen op het Kankerinstituut financieel te steunen. De voormalige Daniel den Hoed Kliniek bestaat 100 jaar en het Erasmus MC heeft dit jubileumjaar uitgekozen om geld in te zamelen onder het motto Maak kanker kansloos. Nou, Pelle vind ik wel een heel goed voorbeeld van iemand die zich ergens voor inzet. Dat doet hij in zijn elftal, maar dat doet hij ook voor deze actie, belangeloos, als Italiaan. En ik denk dat veel vrouwen dat initiatief wel waarderen. En de knappe Feyenoord-spits vestigt zo de aandacht op kankeronderzoek. Het Erasmus MC wil geld inzamelen voor onderzoek om de behandeling van kanker te verbeteren en te werken aan een op maat gesneden therapie. Daarvoor moet je doordringen tot de kern van een kankercel en dure apparatuur is nodig. Als we nou die nieuwe apparatuur hebben, kunnen we naar alle afwijkingen in het DNA kijken van de patiënt. Wat natuurlijk een enorme verfijning geeft voor wat betreft de therapie die de patiënt kan krijgen. Maar het geheim zit in de binnenkant. Zoals dokter Valk ook heeft uitgelegd, daar zit echt in de DNA zitten mutaties, dus afwijkingen. En die, als je die weet, dan weet je ook met wat voor vorm van leukemie te maken. Maar hetzelfde geldt voor borstkanker, voor dikke darmkanker, voor heel veel vormen van kanker. Nu zijn chemotherapie en bestraling nog de meest gangbare behandelingen van kanker. Straks kan dat op de persoon worden toegespitst. Een mooi streven en voor dit onderzoek is dus geld nodig. Is alleen de vraag, doet Graziano Pelle geld geven? Graziano Pelle? Ja, dat lekkere ding. Ja, alle vrouwen vallen voor hem. Ja, dat klopt. Ik ook. En dus je gaat dan ook geld geven voor het kankeronderzoek? Ja, dat is nu wel de bedoeling, hè? Ja. Ik vind dat hij er goed op staat en ik ga zeker doneren. Nou, dat werkt dus. Het aantal kilometers dat reizigers bij de RET maken is het afgelopen jaar met 1,7% gestegen. En dat is minder dan verwacht. Volgens de RET komt de tegenvaller door de crisis. Er is minder woon-werkverkeer en er stapten ook minder mensen die gingen winkelen in tram, metro of bus. En daarnaast hebben werkzaamheden aan het tramspoor, zoals onder meer op de Coolsingel, voor minder reizigers gezorgd. Op het gebied van sociale veiligheid gaat het beter. Zo is het aantal zwartrijders lager dan ooit. Kerstcircus Royal in Dordrecht houdt op te bestaan. Circusbazen Joop en Tony Teutenberg zien geen mogelijkheid meer om het nog langer vol te houden. Dit door de tegenvallende kaartverkoop en oude schulden. En dat terwijl het circus net het 25-jarig jubileum vierde.
Wat een spullen, hè? Mooi, hè? Een hoop verzameld door de jaren heen. Heel erg veel. Ja. Daar staat ze. Mijn moeder. Daar is het kleine kindje van. Daar hebben we het voor gedaan, om 25 jaar vol te maken. Die 25 jaar heeft Circus Royaal dus inderdaad volgemaakt. Met de nodige ups en downs. Het bedrijf ging meerdere keren failliet, of bijna failliet. Maar nu weet de familie Teutenberg het hoofd dan echt niet meer boven water te houden. Te veel oudschuld, te veel oudzeer. En, weet je wat het is? Op een gegeven moment moet je er ook bij neerleggen. En dan moet gewoon de stekker eruit en dan moet ermee stoppen. Klaar. En dat hebben we nu gedaan en er is geen weg meer terug. Het gevoel is weg. Met het stoppen van Circus Royaal komt er niet alleen een einde aan 25 jaar kerstcircus in Dordrecht, maar ook aan een echte familietraditie. Ja, er zitten spullen bij van mijn opa en oma. Dit gaat terug tot 1896. Er gaat genoeg door je heen op zo'n moment, ja. Nou, dat zijn er maar een paar. Maar daar hebben we er 48 van. Dus als er een carnavalsvereniging is of zo, die ze wil hebben, dan zijn ze van harte welkom. In blauw en het rood. Wat ga je nou doen met al die spullen? Verkopen. Aankomende zondag, alles verkopen en dan... ja, het is maar net wat de gek ervoor geeft. Kijken wel, we zien wel. Ouderen in Hoek van Holland kunnen niet langer 12 keer per jaar kosteloos met de trein naar Rotterdam. De kaartjesregeling is per direct geschrapt en vervangen door 3 tientjes reistegoed. En dat is veel te weinig, zeggen de ouderen in Hoek van Holland. Woest zijn ze in de Rotterdamse deelgemeente Hoek van Holland. Ook hier mogen 65-plussers gratis met de RET. Maar de 12 kosteloze NS-treinkaartjes voor Hoekenezen zijn verdwenen. Hoe komen ze nu vanuit de badplaats in Rotterdam, waar het OV voor alle ouderen gratis is? Geef de mensen in Hoek van Holland gewoon die 12 kaartjes weer terug. Dat is terecht, dat hebben wij. En daar, wij zijn ook Rotterdammers, wij zijn niet minder. Wij hebben recht op dezelfde behandeling. De 12 gratis treinkaartjes zijn vervangen door een eenmalige storting van €30... op de persoonlijke OV-chipkaart van Hoekse ouderen. Nou, dat kan 2 keer, want de derde keer moet ik er al bij leggen. Want wij hebben die brief uitgerot. Ene meneer Baljeu staat eronder, heb ik gelezen. Nou, die beslist dat. De lokale partij Hoekse Zaken neemt het op voor de ouderen in Hoek van Holland. Vorig jaar hadden we de 12 kaartjes. Dat was een compromis. Eigenlijk ook nog steeds minder als een inwoner in Rotterdam, maar oké. Daar hebben we mee ingestemd. Maar nu wordt zonder enige vorm van overleg het teruggebracht naar €30. Absoluut onvoldoende. De 12 gratis kaartjes voor de NS-verbinding Rotterdam-Hoek van Holland zijn het afgelopen jaar dankbaar gebruikt. Mijn man lag in het ziekenhuis en ik heb dagelijks gebruik gemaakt. Maar die kaartjes stonden niet op naam. Dus ik ben 90 keer geweest en ik heb 90 kaartjes gehad van mensen die over hadden. Maar nu krijg je €30 en dan kan je met 2 keer van naar Rotterdam. Hoekse Zaken heeft al vragen gesteld in de deelraad en bereidt acties voor. En een woordvoerder van wethouder Baljeu laat weten dat het intrekken van de 12 gratis treinkaartjes de uitkomst is van de onderhandelingen met de NS. Vandaag was de laatste dag dat de kunstwerken, uitvindingen en tekeningen van Leonardo da Vinci te bewonderen waren in Rotterdam. Het werk van de schilder van de Mona Lisa trok de afgelopen 5 maanden veel bezoekers. We moesten de 80.000 halen. Nou, dat getal hebben we dus gehaald. Meer dan 100.000 als vanavond de deuren dichtgaan. En ik ben ontzettend trots. Van de ruim 100.000 bezoekers bezochten er meer dan 5.000 de tentoonstelling afgelopen weekend. De laatste dagen zijn van de tentoonstelling traditioneel druk. Iedereen denkt, oh ja, ik wil nog even gaan. En Leonardo da Vinci, hij blijft de mensen aanspreken. De wachttijd was op het hoogtepunt wel 1,5 uur. We hebben geprobeerd het te veraangenamen. We hebben koffie uitgedeeld, we hebben oliebollen uitgedeeld, regenponches toen het regende. Vandaag, op de laatste dag, geen dranghekken, oliebollen en dikke rijen. Een 100-tal bezoekers grijpt deze laatste kans met beide handen aan. Gaaf, heel indrukwekkend. Mooie tentoonstelling. Ook hier die dingen die je zelf mag aanraken en bij de Mona Lisa en zo. Dat is ook wel interessant. Vanavond worden alle werken ingepakt en zal de tentoonstelling naar Denemarken vertrekken. Het museum zelf is nu al druk met de voorbereidingen voor de volgende tentoonstelling over het leven van dinosaurussen. Of deze net zoveel bezoekers gaat trekken, is nog de vraag. Ook dinosaurussen hebben een aantrekkingskracht op de mensen. Dus wij hopen weer op mooie nummers.
Een dag na de overwinning op Excelsior is Feyenoord naar Spanje vertrokken voor een trainingskamp. En Ruud van Os, is de geblesseerde keeper Erwin Mulder ook in het vliegtuig gestapt? Jazeker, een gekneusd middenhandsbeentje. Daarmee ben je niet zo heel lang uit de roulatie. Mulder dus gewoon meegevlogen naar Zuid-Spanje. Daar waar Feyenoord voor het derde jaar op rij een trainingskamp heeft belegd. In tegenstelling tot Mulder is Ruud Vormer niet mee. Die heeft last van zijn lies. En ook de overbodige Harmit Singh is thuisgebleven. Met 25 spelers vertrok Feyenoord vanmorgen vanaf Rotterdam naar het Spaanse Marbella. Onder hen de jeugdspelers Rick Dekker en Rodney López Cabral. Voor Graziano Pelle was het een bijzondere vlucht. De spits mocht tijdens de landing in de cockpit zitten. 30, 20, 10. Geen trek op. Vanmiddag werkte Feyenoord de eerste van de in totaal 8 trainingen af. Het trainingskamp wordt zaterdag afgesloten met een oefenwedstrijd tegen FC Basel. En dat duel is zaterdag live te volgen op Radio Rijnmond. En een dag later is er de samenvatting op TV Rijnmond. En meer Feyenoord straks na het nieuws en weer in Sportclub Rijnmond. En daarin ook aandacht, veel aandacht voor de Zesdaagse van Rotterdam. En laten we het dan ook nog even hebben over FC Dordrecht. Want het lijkt erop dat die club een van haar beste spelers kwijt is. Ja, Josie Marlima, de verdediger, die is vandaag naar de Verenigde Arabische Emiraten gevlogen om daar te onderhandelen met de club Al Shaab. Die club wordt getraind door oud-Feyenoorder Zeljko Petrovic, staat onderaan. En Dordt heeft toestemming gegeven aan Lima om te gaan praten met die club. Over een half jaar is hij transfervrij. En als ze hem nu verkopen, ja, dan krijgen ze nog een transfersom voor hem. Nou, dat is mooi. Dankjewel, Ruud van Os. Per 1 januari is de drank- en horecawet veranderd. Er mag geen alcohol meer worden verkocht aan jongeren onder de 18 jaar. Maar gebeurde dat ook niet. We namen het afgelopen weekend de proef op de som en stuurden twee jongens van 16 en 17 op zaterdagavond de stad Rotterdam in om drank te kopen. En de ene horecagelegenheid die had het wat beter op orde dan de andere. Vanavond gaan we een beetje stout zijn. Althans, we gaan dingen doen die niet volgens de wet mogen. Zo gaan we alcohol drinken met... Wijnand. Brian. En hoe oud ben jij? 16, 17. Maar we gaan natuurlijk niet met jouw camera naar binnen, dat valt een beetje op. We gaan met deze kleine camera en verborgen microfoontjes kijken of we toch alcohol kunnen krijgen. Blijf jij maar gewoon lekker hier. We starten onze steekproef in het uitgaansgebied bij uitstek, de Oude Haven in Rotterdam. Maar hoe druk het er ook mag zijn, het barpersoneel kent de regel. Bij twijfel, dan vraag je een identiteitsbewijs. En dus geen alcohol voor onze verslaggever en de proefkonijnen. De Oude Haven laten we voor wat het is. De avondwinkel. Daar moeten onze jongens toch wel aan wat drank kunnen komen. Wat zijn halen? Of gewoon een sixpack of zo. Is gelukt, hè? Ja, gelukkig. Ze lijken mij meer dan 18 jaar. Het is best lastig voor u. Het is super lastig, ja. Bij de jongens had ik zeker niks gevraagd. Nee, maar als ze dan toch een beetje twijfelt, is het dan niet beter om toch te vragen? Ik twijfel niet. Ze lijken mij meer dan 18-jarigen. We gaan met de jongens verder in hun zoektocht naar drank. Stadhuisplein is de volgende stop. Kroegen genoeg, maar schenken ze ook aan onze minderjarige vrienden. Ik heb mijn idee niet bij me. Ik ben 18. Ik ben? 18. Nee, het is 21 plus. Oh, oké. Dat is goed. Fijne avond. Helaas. Weer niet gelukt, hè? Ja, jammer. Teleurstelling. Weer geen bier, jongens. Gewoon simpel bier. Dat kon vroeger gewoon. Ja, inderdaad. Het is echt heel jammer. Teleurstellend. Weer teleurstellend dus. Nou, je ziet hier op Stadhuisplein tussen al die grote commerciële zaken. Ja, daar lukt het dus ook gewoon niet. Dan blijven de kleine kroegjes over op bijvoorbeeld de Nieuwe Binnenweg. Hey, mag ik twee biertjes? Nee. Er is niks fout aan. Ja, moet gewoon kunnen. Ja, inderdaad. Dit is mijn eerste dag sinds 1 januari dat ik weer sta. Dus ik heb vandaag nog niemand gehad waarbij ik echt twijfel had. Maar als ik twijfel heb, dan zou ik het zeker vragen. Ja. Er komen er toevallig net twee jongens aanlopen. Die zijn allebei 17. Ja. En die hebben wij net hier een biertje laten halen.
En dat is ze gelukt. Ja. Ja, daar heb je het al. En als laatste proberen we het ook nog even in de populaire Witte de Witstraat. 2 rosé's en 1 biertje graag. Is dat nou niet moeilijk om te herkennen of iemand 17 is of niet? Nou, nee, gewoon ID vragen. Maar anders komen ze er gewoon niet in? Nee. En als ik jou nou vertel dat er net 2 jongens van 17 je drank hebben gedronken? Nou, geloof ik niet. Jongens, volgens mij zijn we een beetje stout geweest. Beetje wel. Komt dat? We hebben alcohol gedronken. Illegaal. Ja, en hoeveel eigenlijk? Ja, ongeveer 5, 4, zoiets. Ongeveer? Dat weet je nou al die uur. Ja, alcohol, hè? Dat is een beetje... Is niet goed voor de hersenen? Nee, niet echt, nee. Maar in ieder geval nog 1 biertje? Misschien. Misschien, hij weet het nou allemaal niet meer. Jij wel zeker? Ja, zeker. Zeker, ja. Ja, ja, ik mag wel wat sterkers doen, dus dat ga ik nu doen. En de dienst Gezondheid en Jeugd in Dordrecht pleit dat overal waar alcohol wordt geschonken, alle jongeren om legitimatie moet worden gevraagd om te voorkomen dat er illegaal geschonken wordt. En dat was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws op onze website rijnmond.nl. En nog een mooie dag verder.